Het worden zulke mooie foto's. Na het maken van een groepsfoto door Anne Roos op de trap van het gemeentehuis van Rokanje, wandelt het gezelschap naar de Vlierdamse dijk waar de onthulling van het kunstwerk zal plaatsvinden. Ja, we hadden natuurlijk een wedstrijd uitgeschreven onder onze 1400 volgers. Ferry den Hoed, voorzitter van het comité Rokanje 800, opent de bijeenkomst. Maar we kijken even terug naar het begin. In juni 2020 werd dan toch de vlag gehezen door burgemeester Peter de Jong als start voor de feestelijkheden, echter onder de coronaregels. Blijven genieten en hou ons in de gaten, want er blijven activiteiten komen. We zijn gekomen tot de eerste plaats voor de Prunenslaan. Die hebben er 24 van de 24 met extra vlaggen. En de tweede plaats is voor de Voet- of Kraagweg. Daarin hebben we... In juli 2020 vond de uitreiking van gebak plaats aan de winnaars van de straatprijs voor de mooiste vlagstraat door Sanne van comité Rokanje 800. Om jullie de straatprijs voor de vlagstraat van het jaar 2020 uit te reiken. Wij waren afgelopen maandag vroeg in de auto en wisten niet wat we zagen. Het is mooi om te zien dat er nu nog meer vlaggen hangen. En daarom overhandigen we graag jullie het gebak. Ook in juli vond de uitreiking plaats van de rijgids op de school door wethouder Wilbert Bourgogne en een interview met Sanne. Ja, toch wel. Maar dit maakt thuis zijn toch ook wel erg. Dus dat mag ik allemaal aan jullie geven. En als jullie de opdrachten doen, dan krijgen jullie ook nog een medaille. Als bij elke opdracht is apart staan. En ik sta hier met Sanne. Ja. Welkom. Dank. Leuk dat we hier mogen zijn. Kan je iets vertellen over Rokanje 800 jaar? We zijn eigenlijk het feestjaar op 1 januari gestart. Toen kwam corona en die heeft helaas natuurlijk wat roet in het eten gegooid. Maar we hebben geprobeerd op een creatieve manier mee om te gaan. De officiële verjaardag van Rokanje is natuurlijk op 29 juni, dus we hebben een nieuwe aftrap van het jaar gedaan. En we hebben speciaal voor de kinderen dit programma ontwikkeld voor de zomervakantie. Op 15 juli werd in het gemeentehuis van Rokanje het Rokanjelied aangeboden door Ad van Toledo van de muziekvereniging Ons Genoegen aan burgemeester Peter de Jong. Nogmaals, hij staat op Facebook nu, hij gaat Facebook op en alle publiciteit gaat erin. Dus wij hebben het schitterend gevonden om te doen. Het was wat lastig, daar weet ik ook alles van. Maar dankzij de creativiteit en de kennis van Jeroen Aringen zijn... In september onthulde Gerard Cox het bord Lied van Rokanje en men keek het lied in Badlust terug. Ja. Ah, dat is het lied. Heel mooi. En dan ook nog een leuke lampionoptocht door de duinen naar het strand met een leuk lichtjeseffect. Toch nog wel wat festiviteiten kunnen doen, ondanks de coronamaatregelen. Het mooiste is denk ik de start, de vlaggendag. Toen hebben we ook besloten dat we zeg maar hebben we ook besloten dat we het een jaar overlappend zouden doen. Dus
van juni 2020 tot juni 2021. Nou, naast de vlagdag, waar ook een prijsuitreiking aan verbonden was voor de straat met de mooiste vlaggen, hadden we nu bedacht om de versiering te benadrukken. Dus hoofdzakelijk de kerstversiering. Het uitdelen van de oliebollen was voor de prijs van de mooist verlichte straat in Rokanje. Vergeet, kan je vergeten. Zeg maar waar ik heen. Het neemt in opvang. Ik heb het met Miranda. Oh, die zit er gewoon. Ja. Nou, het is hier gezellig. Hij is wel zwaar, hoor. Zet die doos maar neer, joh. Ja, okay. Ik kan beter de zakjes uitdelen. Gewoon voor ieder adres voor een zakje. Nee, zei het comité. Dit komt goed. Dit blijft makkelijk onder de ton. Nou jongens, het is nog niet eens de helft. Dus wat dat er gaat, zie je hier weer de kracht van de mensen van West-Voorne. Iedereen draagt letterlijk een steentje bij. Niet zozeer financieel, maar in arbeid. En dat geeft dus uiteindelijk dit waanzinnig plekje. Een plekje dat dankzij burgerparticipatie heeft plaatsgevonden. Ja, wat kan ik zeggen? Mooier is er eigenlijk niet dat de inwoners zelf bepalen wat zij aan een herinneringsmonument willen hebben. Ja. Kunnen we op die knop drukken? En dan de onthulling van het gedenkteken Rokanje 800 werd gedaan door Jorianna de Jong, Pleun Brichman en Elise. Het mooiste tuin van Nederland, het mooiste tuin van Nederland, het mooiste tuin van Nederland.